Voor Geldermalsen uitkomen Heli de Wit. Voor de lostpunten zijn we Kim Kelder en Moot Baan. Voor de thuisreis hier van SC Putten hebben we Nienke Jochems. Voor Unitas Assen hebben we Senna Jongsma. En voor Geldermalsen Delano van Doesburg. Succes! Zo'n nummer is de Tilano van Doesburg. Prima. En ook hier nog in de vierde maand zit er niet van de stad een beetje afweten. Want de kopstad gaat naar Unitas Assen voor Senna Jongsma. Dus Jongsma zomaar op positie nummer 1. En dat betekent dat je net niet genoeg hebt. Of Tilano moet nog gaan terugvallen. Maar dan komt Tilano op Doesburg. Dan komt Tilano 379 aan de buitenkant. Iets meer snelheid. Dan zit hij helemaal buitenom. En dan is het Senna Jongsma van Doesburg. Van Doesburg helemaal buitenom. En dan komt hij in dat mullig gedeelte eruit op het tweede stuk. En wie ligt dan op die belangrijke derde positie, de laatste plek op het podium, is nog steeds Nienke Jochems. De thuisreisje hier op positie nummer 3. Achter de is door Maud Baan, die ten nog eens vervelend te val kwam in de marge, maar toch keurig naar rondrijden op positie nummer 4. Maar overwinning hier in de vierde marge, lijkt toch te gaan naar Senna Jongsma. En op de ene komt Delano nog aan, Delano komt er nog aan. En wordt het heel erg spannend, die leven toch werk te gaan worden voor de lijnsjury.